Beste medeburgers van Ter Weksel, hoe gaat hij hier? Lekker. Ja? Iedereen naar het zien? Ja hoor. Is everybody happy? Ja. Hoor je iets van de knippen? Everybody happy. We hebben hier de televisie, die tot nu toe in Juinen zat en nou zo leuk en verstandig is geweest om eens een keer in Ter Weksel te komen kijken hoe wij dat hier aanpakken. En daarvoor wil ik even weten, wie van jullie waren dan nou eigenlijk werkloos in de WW met een uitkering en zo? Dat zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan waren er ook nog gevallen met AOW, dacht ik. Dat waren meneer en mevrouw, ja. Dan hadden we, Knip, nog een... We hadden één werkende nog, iemand met een baan. Dan nog één mevrouw met een baan, ja. Dan hadden we nog een bijstandsmoeder in deze cluster. Ja. Dat was u, hè? Ja. Ik ken u wel ergens van. U was de bijstandsmoeder, ja. Goed, dat brengt dus het totaal aan uitkeringen en inkomsten en voorzieningen en wat er dan allemaal aan salaris nog binnenkomt voor deze cluster op, wat is het bedrag? 30.654 gulden. 30.654 gulden voor een huis waar geen lasten meer op zitten en waar jullie allemaal lekker bij elkaar van zitten. Hè? Waren wel wat traantjes toen het verplicht gesteld werd, maar nu zouden jullie toch niet meer willen veranderen? Nee. Of wel? Nee, nee. Wat is er vanavond gegeten? Nou, een krap cocktail. Een krap cocktail? Ja. Een Chateaubriand. Alsjeblieft. En een zalige fles Bourgogne. Maar toch niet één flesje Bourgogne? Nee, wel drie. Wel drie flesjes, met z'n negenen. En had jij nog een ijsje toe? Ja. Had je een ijsje? Ja. En wat was dat voor een ijsje? Slagroom met... Een parapluutje? Ja. En hazelnoten? Ja. Nou, elke dag een ijsje heb je. En je, en je vindt het gezellig, hè? Met al die opa's en oma's erbij en neefjes en nichtjes, ja. Lekker. Want vroeger zat je maar alleen met je vader en moeder in zo'n huisje, hè? En waren er geen centjes voor leuke dingen. En nu kan dat allemaal. Gaan we met vakantie, mensen, dit jaar? Oh ja, hoor. Ja? Waar gaan we naartoe? Nou, we wilden dit jaar eens met de hele familie naar Hawaii. Van der Knippen, deze cluster denkt erover om met de hele familie, ja, eens een keer naar Hawaii te gaan. En dat kan, en dat mag. En zo ziet u maar, de crisis bestaat niet echt. De crisis is alleen, mensen, wat BNW van een gemeente... Is er een asbak? Ja. Wat BNW van een gemeente ervan maken. Mensen, prettige avond, hou je taai. Ja. Vergeet morgen de vuilniszakken niet, hè? Ja. Aan de stoep. Ja? Ja. Dag. 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 Fijne man, hè, de burgemeester. Ja, ja, ja. Heerlijke kiezer. Ja, ja. Nou, meneer, dat deze aanpak werkt, wordt wel bewezen. Doordat op deze approach steeds meer mensen vallen, afkomen, ook uit Juinen, ook uit Zeulen, die allemaal hier in Ter Weksel willen komen wonen. Ik zeg, jongens, kom maar wonen. Maar je krijgt dan wel die harde hand te voelen, maar dat willen ze. De mensen willen een harde hand voelen. Zodat wij nu reeds uit onze voegjens barsten... ruimte moeten hebben. En hoe vroeg ik me afknip, dat terrein ten oosten van Juinen ligt, ja, dat daar. Ja. Dat weiland, dat is toch van die hekking, hè? Ja. Maar dat hoort officieel toch niet bij Juinen? Officieel wel, maar officieus natuurlijk niet, burgemeester. Dan krijgt deze jongen een kleine weef. Ah, ja, natuurlijk. Mag niet, maar schijnt gewoon te kunnen. Kom op. Ik heb een nieuwe jas, bro. Ik heb een nieuwe jas. Ja.